Dames en heren, hartelijk welkom bij Fanmail aflevering 27. En ik zie hier Fanmail DC. En een hele grote envelop. Ik ben benieuwd, ik ga hem uitpakken. Maar voordat ik dat doe, ga ik nou wel even dat randje heel netjes doen met mijn blauwe schaartje. Ik vind het zonde als er een brief in zit of ik maak iets kapot. Hè? Dat hadden we natuurlijk een keer gekregen vorige keer, weet je nog? Ja, een paar fanmails terug. Wauw, ik zie iets zitten, maar ik pak eerst altijd de brief. Want ik wil weten van wie het is en wat het is. Ik zie een banner van mij, een oude banner zie ik. Echt heel gaaf dat hij die oude banner nog steeds heeft. En Team DC ziet hier een foto van het oude Disneycraft kasteel. Echt, dit is echt het oude kasteel, jongens. Fantastisch, echt gaaf. Team DC staat er ook bij. Hoi Vincent, mijn naam is Stan. Mijn Minecraft naam is Custom Pro. Nou, Custom Pro ken ik wel. Ik ben een trouwe Disneycraft speler, dat weet ik toch. Ik kijk al jouw series. Mijn favoriete is natuurlijk de Disneycraft serie. En daarna Rollercoaster Tycoon 3. Ga je weer livestreamen met de opening van Disneycraft 2.0? Dat misschien wel, misschien niet. Ja, ik denk het zelf wel. Ik zou het trouwens erg leuk vinden als je weer een keer met een Disney aflevering zou komen met Bardo. Groetjes Stan, Custom Pro. En ik weet dat Bardo heel erg druk is. En Bardo heeft meer dingen te doen dan servers te joinen op Minecraft. Hij speelt eigenlijk heel weinig games. Hij is heel veel bezig met de Banjo Movies natuurlijk. Dus ja, Bardo is niet echt een gamer, ook dat weten jullie. Maar ik wil hem wel heel graag uitnodigen, omdat Bardo natuurlijk wel echt een Disney-fan is. Wil ik hem wel vragen dat hij gewoon een keer in de server komt om te kijken naar de vernieuwde Disneycraft. PS, er zit nog iets in van Disney in de enveloppe. Het is een oudje, maar ik wil je het toch geven. Veel plezier ermee. PPS, als 2.0 open is, iedereen zeker joinen. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik ga sowieso... Ik bewaar alle Disneycraft fan mails in één grote map. Echt heel vet, want hij is echt heel vol al. En zulke fan mails echt super leuk om te lezen later. Als ik heel veel heb verzameld, ga ik gewoon weer lekker lezen wat jullie allemaal schrijven. Fantastisch. Ik ga kijken wat je erbij hebt toegevoegd, want dat is spannend. You kidding me? Meen je dit? Wauw, jongens. Kijk nou. 5 jaar Disneyland. 5 jaar Disneyland. Dit is de parkplattegrond van toen Disneyland nog 5 jaar bestond. En volgens mij, ja, It's a Small World staat er al, zie ik. Maar wat is dat park leeg? Als ik het zo ziet, lijkt het zo. Het is zo kaal. Moet je kijken hier vooral bij... Oh! Vooral bij het Space Mountain gebied. Even kijken, waar zit het? Ik ga het aanwijzen hier. Kijk, heel kaal. Geen bomen of iets. Of thematisatie. Het kan ook zijn door de illustratie. Wauw. Dit is echt fantastisch. Guide du Parc. Park Guidebook. 5 jaar Disneyland. Fantastisch. Ik vind het fantastisch, Custom Pro. Ik ben er heel blij mee. Ik bewaar dit sowieso, want ik heb heel veel pretpark dingetjes die ik bewaar. Nu vooral van Disney natuurlijk. Custom Pro, super bedankt voor je fanmail. Laat vooral een like achter voor Stan, want hij heeft een fantastisch en leuke mail gestuurd. En wil je ook een fanmail sturen, dan kan dat naar vincentbritjes@gmail.com. Stuur even een mailtje naar mij dat je mijn adres wil. Hou mijn adres privé alsjeblieft. En dan krijg je mijn adres van mij en dan kan je een fanmail sturen en dan kom jij in de fanmail aflevering. Tot aflevering 28 en salut!